Een anesthesioloog zorgt ervoor dat een kind een operatie kan doorstaan, in slaap maakt, daar niks van merkt en vervolgens gezond weer wakker wordt. En na de operatie ook geen pijn heeft. Dat is eigenlijk het belangrijkste. We zien hier op dit moment achter ons een video over het vakgebied een tijdje geleden. Ja, dit is een video uit Engeland, waar eind jaren 40 anesthesie werd gegeven. En dat is een kind wat hier anesthesie krijgt met een eterkapje. Daar wordt dus een beetje eter opgedruppeld. Dat is een bedwelmend middel, waardoor eigenlijk het kind in zeer korte tijd in slaap valt. Dit gebeurt niet meer, hè? We maken de kinderen nog steeds met een kapje in slaap. Of met een infuus. Wat zit erin in het kapje? Daar zit nu meestal 7-fluoraan in. Dat is een gas eigenlijk die je in kan ademen. En als je dat inademt, dan val je in slaap. Oh ja. Op het moment dat dat gebeurt, dan nemen wij eigenlijk allerlei functies over. Dan gaan we de bloeddruk nemen over, we gaan de beademing overnemen. En dan kan de operatie uitgevoerd worden. Toen ik kind was, baby was, werden er nog kinderen, baby's, onverdoofd geopereerd. Want, en dan was het idee, ze ervaren geen pijn, want het zenuwstelsel is nog niet af. En ze onthouden niks, dus 5 minuten later zijn ze weer vergeten. Ja. Dat is toch van de zotte, of niet? Ja, dat vinden wij nu van de zotte. Of is het eigenlijk niet zo gek gedacht? Ik wil niet zeggen dat het destijds verkeerd is, alleen we kijken er anders tegenaan. Door de medische ontwikkeling, door de medische wetenschap die zich ontwikkeld heeft, kijken wij anders tegen geneeskunde aan. Ja. En dat maakt het vak ook aan de ene kant zo interessant, dat we toch in een korte tijd heel veel dingen zijn veranderd en in onze ogen nu zijn verbeterd. Veel beter, ja. En waarschijnlijk over 20 jaar zullen ze ook zeggen, wat hebben ze nou weer gedaan? Wat deden ze toen? Heb jij enig idee wat dat zou kunnen zijn? Nou, ik weet wel waar ik nog mijn hiaten heb zitten. Van waar ik nog geen kennis heb wat er precies gebeurt. Alles wat we doen is om te zorgen dat de bloeding aan het hoofd goed gaat. Maar die kunnen we zelf niet meten. Dus ik denk, ik zou het heel mooi vinden als wij op de een of andere manier een apparaat kunnen ontwikkelen waarbij we eigenlijk die hersenenbloeding en de zuurstofconcentratie in de hersenen, dat we die goed kunnen meten en goed kunnen beoordelen tijdens de operatie, zodat we daarop kunnen sturen. Want als ik jou nu hier goed hoor, weten jullie ook nog niet helemaal hoe schadelijk of onschadelijk het is voor die hersenen op de lange termijn als een kind geopereerd wordt. Nou, dat is een ander punt inderdaad. En de hersenontwikkeling bij een jong kind is een continu proces van aanmaak van hersencellen en afbraak van hersencellen die niet gebruikt worden. En de anesthetica die wij toedienen zijn enorm krachtige, potente medicijnen die eigenlijk gewoon direct de hele boel platleggen eigenlijk. Als je dat anesthesie geeft aan ratjes en muizen en je snijdt die hersenen door van die ratjes en de muizen, dan zie je daarna dat er eigenlijk meer cellen zijn afgebroken dan de ratjes en muizen die geen anesthesie hebben gehad. Okay. Als je die ratjes en muizen vervolgens groot laat worden, ouder laat worden, dan zie je dat die ratjes en die muizen toch wat geheugenstoornissen hebben. Dat ze zich minder goed kunnen oriënteren in een doolhof. Wij weten niet of dat voor mensen geldt. We weten wel sinds kort dat een korte anesthesie veilig is. Maar wij weten niet dat een lange anesthesie of dat ook veilig is, ja of nee. Als ik je zo hoor, terughoudend zijn met het opereren van je kind. Toch wel. Nou, ik denk dat je zeker een operatie niet moet doen als het niet noodzakelijk is. Maar de meeste operaties die we doen bij jonge kinderen op dit moment zijn wel noodzakelijk. En dan is het kiezen tussen de een en het ander. Ja, dan denk ik dat de indicatie voor de operatie er wel is. Leuk dat je er was, Jurgen Graaf. Dank je wel.